De ABOP-PL-fractie in de Nationale Assemblée wil meer uitleggen over het voorstel van de VHP over het niet hebben van een strafblad bij kandidaatstelling voor hoge ambten bij de verkiezingen van 2025. Fractieleider Obed Kanapé zei gisteren tijdens een persconferentie in het kader van het ingediende wetswijzigingsvoorstel door ABOP-PL dat het voorstel van de coalitiepartners niet duidelijk is. Het voorstel, ik weet niet wat een onderbouwing zou zijn om dat voor te stellen. Maar het is iets dat ter discussie kan komen in de Nationale Assemblée, waarbij uiteindelijk wanneer je praat over het hebben of niet hebben van een strafblad, moet je het gaan definiëren. Want het kan zijn dat iemand voor iets lousy in de gevangenis is beland ooit en uiteindelijk niet meer als kandidaat voor president of vicepresident kan zijn. Het moet verder gedefinieerd worden en duidelijk omschreven in misschien in de memorie van toelichting. Kanapé zegt verder dat het duidelijk moet zijn waar zaken over gaan. De samenleving moet snappen wat wel en niet past binnen de perken van een mogelijke wetswijziging. De grondwet meent elke Surinamer de ruimte te geven om de vrijheid te exploiteren, om iedere mensen op te roepen, te ondersteunen voor leider, als leider, om uiteindelijk de samenleving te vertegenwoordigen dan wel te leiden in een of andere open publieke functie. De ABOP-PL-fractie is volgens Kanapé duidelijk de mening toegedaan dat er een afbakening moet komen in de bepaling dat mensen geen strafblad mogen hebben. De politicus motiveerde dat de samenleving niet bang hoeft te zijn dat de discussies die op gang zijn gebracht effect zullen hebben op de voortgang van de verkiezingen.